Jongens, zijn we klaar voor een nieuwe opdracht? Yes. Ja, zeker. We hebben alleen dit keer geen gouden envelopjes, maar videoboodschappen. Hoi Pascal, Frank en Mike. Ik ben voormalig synchroonzwemster Rosanne Klein-Gelting. En ik daag jullie uit om een keer in de schoenen te staan van een synchroonzwemster. Ik denk dat het nog moeilijker is dan jullie denken. Zie ik jullie snel in het zwembad? Synchroonzwemmen, jongens. Dat is wel echt het laatste wat ik had verwacht, wat ze in onze schoenen zouden schuiven. Is dit eigenlijk boven water of onder water synchroonzwemmen? Nee, ik denk dat het heel zwaar is. Ik denk dat je echt heel lang je adem moet kunnen inhouden. Kunnen jullie dat? Ja, ik denk het wel. Alleen... Een minuutje of drie. Drie maar. Nee, ik denk dat het eigenlijk alleen maar vrouwen zijn die dat doen. Ik heb nog nooit echt een man in zo'n badpakje gezien en een badmuts op. Weet je wat? Wij gaan daar verandering in brengen. Nou heren, welkom in Capelle aan de IJssel. Ik ben oud synchroonzwemster en dat is wat jullie nu vandaag ook gaan doen. Ja, voordat we beginnen, wat moet eigenlijk aan? Want ik ben mijn zwembroek vergeten. Zo, dat komt helemaal goed. We gaan eerst even naar de demonstratie van de meiden van ACZ kijken en dan laat ik jullie zien wat jullie aanbogen. Nou mannen, ik hoop niet dat jullie te erg zijn geschrokken van de demonstratie van ACZ. Maar ik ben wel benieuwd naar jullie pakjes, dus kom er wel uit. Oh ja. Ja hoor, oh, echt gezichtloosters. Oh, die badmuts die past niet helemaal. Zo mannen. Hey, hallo. Zijn we er klaar voor? Nou, ik vind het wel spannend. De basis van het synchroonzwemmen is drijven. Daar gaan we gewoon mee beginnen. Het feit dat jullie met je lichaam op het water kunnen drijven. En dat is voor mannen wel wat moeilijker dan voor vrouwen. Omdat jullie drijfvermogen ergens anders ligt. Het valt me echt tegen. Ja. Ik vind het ook niet leuk, omdat het me ook niet lukt eigenlijk. Ik vind dat jullie het echt heel erg goed doen. Ik snap dat het heel zwaar is. Het is ook heel zwaar. Ja. Het drijven, daar begint het gewoon mee. Ja, het kost me ook echt heel veel denkvermogen, drijfvermogen. En echt elke spier in mijn vinger, mijn tenen, mijn kont, overal doet het gewoon pijn. Gewoon. Ja, ik wil jullie niet teleurstellen, maar we gaan het tempo nog wel een beetje opkrikken. Want het moet even iets sneller moeten we door. Want we moeten nog een hele kuur zometeen leren. Nou. Het is wel echt zwaar, hoor, boys. Ja. Ik heb gloorogen, kreeg gelijk al spierpijn, kramp in mijn tenen zelfs. Ja, ik moet eerlijk zeggen, in het begin was het helemaal niks, maar langzamerhand komen we wel ergens. Want het gaat wel echt wel een keer beter. Ja, we bloeien echt op als een lotusbloem met oma-handjes. Nou mannen, zijn jullie er klaar voor? Want straks gaan we jullie echt de kuur. We moeten er wel doorheen, hoor. Ja, nou, ik heb een ander leuk badpak voor jullie. Oh, dit is wel top. Ja. Dit maakt het zo aan. Deze vind ik mooi. Dit maakt het wel af. Ja, ja. Precies. En dan zie ik jullie zo meteen aan de waterkant. Is goed. Ja? Gaan we doen. Nou, dat ging al lekker synchroon. Ja, ja. Jongens, maar echt even serieus, ik heb het drijven alleen al zwaar onderschat. Ja, nou, ik kan je vertellen, volgens mij was dit echt nog maar level 1 van wat je kan doen. Als je die meiden door het water zag scheuren. Jongens, het is echt een techniekkwestie. Je moet je adem inhouden, je moet je rug recht houden, je moet naar boven kijken, je handen bewegen, onder water zwemmen, alles bij elkaar. En drijven is gewoon voor mannen echt veel moeilijker. Ja, misschien moeten we een clubje op gaan richten. Nou, zeg, kunnen we wel een beetje oefenen. Ja, hè?